allemaal, leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Voor de mensen die me niet kennen, ik ben Sarah Verwoerd. En voor als je nieuw bent, vergeet zeker niet op de abonneerknop te klikken. Vandaag heb ik een mega shoplog. Ik heb met drie webshops een shoplog. Ik heb met Naked, met Conquered Fashion en met Chicel. Ik heb echt niet normaal veel, dus ik ben helemaal excited om het jullie te laten zien natuurlijk. Voordat we beginnen met de video, vergeet zeker niet een blauw duimpje omhoog te geven als je zin hebt in de video. En vergeet me ook niet te volgen op Instagram, dus @sarahverwoerd. Ook zie ik dat heel veel mensen mij wel kijken en niet abonneren. Dus vergeet zeker niet op die abonneerknop te klikken en me te supporten. En vergeet daardoor ook niet de notificatiebel aan te zetten. Jullie krijgen namelijk een melding binnen als ik een video plaat. En zo hoef je nooit meer een video van mij te missen. Ik denk dat ik ga beginnen met Naked, want daar ben ik het meest excited voor. Dat moet ik naar de nieuw. Oké, ik ga eerst denk ik een thumbnail maken trouwens. That's the plan! Hij zit vast wel wat te zeggen. Oké, ik ga beginnen met Naked. Ik heb ook een kortingscode voor Naked en ook voor Chicel. Het staat sowieso in de beschrijving. Maar de kortingscode voor Naked is SarahVerwoerd20. En hierbij krijg je 20% korting. Wil je iets bestellen, vergeet die zeker niet te gebruiken. Ik begin gewoon bovenaan. En daar zie ik een jas. Ik heb alle linkjes in de beschrijving met de maten. Dus dan weet je dat. Ik zie dat ik deze jas in de maat 40 heb besteld. En dat kan ik me niet voorstellen of hij was uitverkocht. En dat ik dacht, boeien, ik wil hem zo graag hebben. Waarschijnlijk was het dat. Want misschien wel een beetje groot. Laat ik hem eerst even zien. Het is een beige jas. En het is zo'n gepofte jas een beetje. Maar hij hoort dus kort te zijn. Maar zo is hij vet lang. Ik ben benieuwd. Ik denk dat hij veel te groot is. Op zich. Dit is wel echt een jas voor nu. Want hij voelt best warm aan. Het is wel een beetje slap. Oké, dit is de jas. Ik kan hem ook nog dicht knopen. Ik weet niet wat ik ervan vind. Het is wel een beetje aan de grote kant. Maar op zich kan het wel gewoon. Ik vind hem wel leuk. Maar ik verdrink er bijna in op camera, joh. Hij is wel een beetje groot. Ik denk dat ik hem maat te groot heb. Ik denk dat ik dat echt verkeerd heb ingeschat. Verder is het wel gewoon een leuke jas. Ik denk dat ik hem wel gewoon draag, want het is op zich wel gewoon... Ik weet niet, hij voelt een beetje te groot aan. Echt jammer, want ik hou van deze jas en ik vind ze wel heel leuk. Dus misschien zit ik gewoon heel erg te overdrijven en zeggen jullie van... Nee, Saar, die jas is gewoon super leuk. Stel je niet aan. Maar hij ziet ook nog een beetje vertrekkeld uit door een zak. Dus misschien is dat het ook wel gewoon. Oké, on to the next thing. Heb ik hier een heel leuk blouseje. Dit is van Satijn. En dit is in maat 38. En dit is... Hou zo erg van blouses. Oh my god. Kijk hoe leuk dit stofje is, jongens. Hij is een beetje lang. Ik hou de laatste tijd zo erg van blouses. Ik vind het zo leuk. Het staat gewoon netjes en cute. En ik weet niet. Ik vind het echt heel leuk. Ik ga hem even aandoen. Oké, dit vind ik echt super, super leuk. Het is een beetje gekreukeld nog. Dus door, omdat het in de verpakking heel lang heeft gezeten. Maar daar moeten we een beetje doorheen kijken. Ik vind het echt een super, super lekker stofje. Ik vind hem super leuk. Ja, ik vind het super leuk op gewoon een simpele legging of zo. Het staat gewoon meteen leuk en chic. En ik vind het echt een mooi stofje. Het is lekker simpel. Je hebt alleen een blouse aan. En je ziet er gewoon leuk uit. Hier ben ik echt vet blij mee. En het heeft ook hele leuke mouwtjes zo. Heb ik een broek volgens mij. Dit is een nette broek. Hij ziet er zo uit. En dan heeft hij gewoon wijd uitlopende benen. Ik heb deze in de maat 40. Ik zit altijd zo te kloten met broeken. Want ik heb gewoon een grote heupen en een grote kont. En broeken, mijn billen passen er gewoon nooit in. Het past gewoon nooit. Dus ik heb eigenlijk altijd het liefst een 38. En dan... Ja, dan zit hij veel te strak. Maar 40, dan zit hij eigenlijk net weer te los boven.
Dus bij mij is broek gewoon dramatisch. Maar ik heb meer spijkerbroeken en broeken van Naked. En die staat echt perfect in de maat 40. Dus ik hoop dat deze voor mij ook past. Oké, ik heb de broek aan. Ik had echt geen maatlijnen moeten nemen. Want bij mijn billen zit hij vet strak. Zoals je hier kan zien zit hij heel erg los. Maar ja, dat heb ik altijd. Dus dat is echt vet kut. Ik heb hem hier echt nodig. Maar op zich, als je er gewoon een blouse of zo in doet, dan ja, valt het niet op. Want dan vult dat weer die ruimte op. Het is, oh, het is wel een hele mooie broek. Hij zit verder super goed. Ik vind zo'n broek echt vet leuk met hakken eronder. Maar ja, nu loopt hij gewoon dus zo wijd uit. Ik vind het echt ja, super mooi. Heel erg leuk. Met het blouseje erop zat hij ook echt vet leuk. Echt een fijne stof, goede lengte. Ik ben trouwens 1,70. En dit vind ik echt amazing. Met hakken of zo eronder. Echt love it. Dan heb ik nog een broek. En dit is een spijkerbroek. Ik heb dus nog een andere spijkerbroek voor Naked. En die zit echt super, super chill. Dus ik heb er nog een besteld. En dit is gewoon een simpele spijkerbroek. En dit is een mom jeans, denk ik. Hij loopt lekker wijd overal. Lekker. Ik hou ervan. Lekker losse broeken. Ik haat skinny jeans echt. Ik draag het gewoon nooit meer. En ja, heel erg benieuwd hoe die zit. Dus ik ga er dus ook van doen. Oké, ik heb de broek ook weer aan. Ik heb hem even met een riem gedaan. Want anders zat hij echt veel te los. But I need it, as you can see. Want anders wordt het echt, ja, veel te strak. Maar het is echt een hele fijne broek. Hij is lekker stretchy ook. Heel chill. En ja, leuk kleurtje. Ik vind het meer eigenlijk een kleur voor de lente zomer. Maar ja, daar gaan we natuurlijk ook wel heen. Dus op zich is het goed. Ik kan hem ook nog oprollen. Maar hij is best wel kort. En een korte kant. Oh. Hij is best wel een korte kant. Dus dan zou ik het niet zo snel doen. Ik vind het een hele leuke broek. Hele leuke fijne spijkerbroek. Ja, ik ben erg goed te spreken over de broeken. Heel erg fijn. Dan het volgende item is eigenlijk een beetje apart. Ik weet ook niet. Ja, ik weet wel waarom ik dit besteld heb, want ik wil dit hebben. Maar het is een badjas. Ik heb gewoon letterlijk geen badjas. En een badjas is zo chill als je gewoon je bed uitkomt. En je wilt gewoon even iets chills aan. En ik zag deze en ik dacht, weet je, waarom ook niet? Waarom ook niet? Als ik er één wil, dan doe ik dat lekker. Ik heb deze in de maat M. Lekker biggie. Het is een beetje beige kleur. Super leuk, lekker stofje. Maar ja, je hebt een badjas, heb je eigenlijk ook gewoon nodig. Even kijken, het zit gewoon zo, zo, zo. Hij zit lekker lang, hij heeft zakken. Maar je hebt je toch niet nodig? Ik ben echt een loser dat ik dit bestel. Maar ik weet niet, ik wil gewoon een badjas hebben en ik had geen badjas. Als je een leuke badjas zoekt, oh, hij heeft wel echt een leuk mouwtje zo. Naked heeft er één. Als laatste van Naked heb ik nog één broek. En dit is, even kijken. Oh, dit ziet er ook heel chill uit. Dit ziet eruit als een broek die ik precies in het, ja, dit is een topbroek. Ik weet het nu al. Het is een zwarte broek met witte lijnen. En dan heeft hij aan de onderkant een splitje. En ik heb deze broek precies in het zwart. En deze top, hier aan de zijkant heeft hij gewoon een rits. Dus het trekt het allemaal lekker mooi strak, weet je wel. Ja, dit vind ik echt, hier ben ik heel blij mee. Ik heb nog niet eens gepast, maar ik weet gewoon dat dit dezelfde broek is. En deze is zo chill. Love it. Ik ga hem aandoen. Ja, het is echt precies dezelfde broek. Geweldig. Hij is een eerste super high-waisted. Dus dat vind ik altijd al heel leuk met een topje of zo. En het zit gewoon lekker. Hier aan de zijkant zit dus een rits. Dan zit hij zo. Mooi bij je kont. Lekker. En hij heeft dus aan de onderkant heel leuk een splitje zo. Ja, heel leuk met hakken of met sneakers. Alles is leuk. Hij is heel stretchy, maar hij zit wel gewoon goed aangesloten. Een lekker buikje heb ik. Oh mijn god. Heel erg leuk broek. Ik ben hier echt heel erg blij mee. En wat ik dus net zie, is dat je deze jas kan aantrekken hier aan de onderkant. En ik denk dat dat hem veel leuker maakt. Juist. Kijk, hij heeft hier zelfs ook nog zakken. Dat wist ik helemaal niet. Maar nu zit hij echt soort zo biggie. En dat is natuurlijk de bedoeling van zijn jas. Alsnog is hij wel misschien een beetje groot. Ik weet niet of dit dus raar staat. Maar je kan hem hier dus onder strak trekken. En dan gaat het iets meer zo. Ik lijk nog steeds echt een Oompa Loompa. Maar ja, dat is eigenlijk wel gewoon de trend van deze jas. Dus op zich,
Ik vind het wel leuk. Oké, dan gaan we door met het volgende pakket. En ik ga het pakket van Gomcat Fashion overmaken. Ik hou zo erg van Gomcat Fashion. Ik heb heel veel kleding van hun, wat ik echt zoveel draag. Ze hebben echt fijne kwaliteit. Goede producten, heel leuk in de trends. En ik weet niet, ik heb zoveel van hun en zoveel leuke dingen, wat ik echt vaak aandoe. Het eerste wat ik zie, wat me eigenlijk heel erg opvalt, is dit leuke envelopje. En volgens mij zitten hier de sieraden in. Hier zit een vet leuke ketting in. Jongens, kijk hoe leuk deze ketting is. Deze is met een slotje. En hij heeft twee verschillende soorten aan de kant. Ja, twee verschillende soorten kettingen. Ik heb ook dit slotje. Maar deze ben ik een beetje zat. Want ik heb deze al zo lang om. En deze is toch even net wat speelser. Ja, ik ga hem gewoon meteen omdoen. Oh, wat leuk. Echt vet leuk. Deze vind ik heel leuk. Hij is ook iets langer, dus dat vind ik ook wel leuk. Dan zie ik dit. Ik weet echt niet wat het is. En ik kan me ook niet herinneren wat het is. Oh, het is gewoon een heel leuk topje. Kijk hoe leuk. Ik vind sowieso deze kleur de laatste tijd vet leuk. En hij heeft hier aan de onderkant zo geraveld. Ik heb deze in de maat SM. Ik ga hem vies aan. Oké, dit is echt vet leuk. Ze hebben hier sowieso al een leuk mouwtje. En verder zit het topje dus zo. Heel erg schattig. Echt cute. Ja, ik vind dit wel gewoon iets leuks gewoon voor alledaags. Ik vind het chill dat ik lange mouwen heb. Want ik heb dat het vet, vet koud. Heel erg leuk topje. Zo is hij van achter. Tadam. Heel erg leuk. Dan zie ik hier een hele leuke jas. Nog een jas. Ik heb denk wel 500 jassen. Dit is een jas. Die is super lang. En heel erg leuk. Echt een super lekker stofje. En ik denk dat dit meer een jas is voor richting de lente. Het is wel denk ik gewoon warm. Maar ik zou hem nu misschien nog niet aandoen. Daar is hij misschien net te koud voor. Ja, hier hou ik echt vet erg van. Lekker zakken erin. Super, super leuk. Ja. Hier, ik kan me zo blij maken met jassen, want je hebt zoveel aan een jas gewoon. Ik vind hem echt heel leuk. Echt zo'n leuke jas die je er even overheen kan gooien. En huts. Heel erg leuk. Hij is gewoon vet lang. Hij is gewoon zo lang. Maar ik vind dat juist heerlijk. Lekker een lange jas. Ik denk dat hij nog best wel warmer is als je denkt. Dus heel erg nice. Dan heb ik hier een leren legging. Oh nee, een leren broek. Dit is dus een leren broek. Oeh, hij ziet er best wel klein uit. Ik hoop dat dit was. Hij is wel heel stretchy dus. En daar bovenop doe ik meteen deze trui. Dat is wel een leuke combi. Dit is een hele vet leuke trui. Met dit patroon. Dit zie je de laatste tijd super veel. En hij heeft dus hierboven een colletje. Heel erg gewoon lekker een trui waar je thuis in kunt zitten. Want ik heb zo veel truien. Maar ik heb zo vaak een trui aan. Gewoon letterlijk elke dag. Gewoon, ja, weet je wel niet. Oké, snel een review van de broek tussendoor. Die zit echt top. Hij is heel erg stretchy. Ik heb hem trouwens ook gewoon in de maat L. Dus dat kon bijna niet fout gaan. Ja, heel erg leuk. Hij is echt vet strak. Maar dat hoort natuurlijk ook wel bij een leren broek. Hij is wel lekker stof van binnen. Dus dat is wel lekker. Aan de onderkant is hij ook gewoon strak. Ik vind het heel leuk broek. Ik vind het alleen wel iets te much met dit. Dus ik zou er wel eigenlijk iets oversized op doen. Want anders is het echt te veel van wow, look at my ass. Oh my god, deze trui is echt leuk. Oh, zit hier een kaartje. Ik wil hem af te slaan. Heel leuk. Dit zou ik echt zo op elkaar dragen. Gewoon, dan valt het ook gewoon net een beetje over je kont heen. Heel erg leuk. Ja, dit vind ik echt een toppertje. Heel leuk. Last but not least. Schoenen. Hele fucking vette. Vette laarzen. I'm in love. Look at this baby. Hoe vet. Ja, ik vind dit echt geweldig. Hier maak je me zo blij mee. Ik heb ze in de maat 38. Kut, ik heb ze in de maat 39. Oh, ik hoop niet dat ze te groot zijn. Want ik heb eigenlijk maat 38. Dat vind ik heel dom. Alles. Ja, het zit wel
een beetje aan de grote kant. Maar guys, check this. Dit is toch geweldig. Ik ben helemaal fan. Ik vind dit dus echt zo leuk. I love this. Dit is voor in de zomer onder jurkjes ook vet leuk. Maar ik zou dit ook echt oprecht gewoon zo als een outfit kunnen dragen. Heel erg leuk. Ik heb ze bloedheet van alles. Jemig. En dan het laatste pakket van Chicel. Hier had ik het minste van. Oké, als eerst heb ik dit. Dit is volgens mij een jurk. Sweaterjurk trui iets achter. Kijk. Heel erg leuk. Oh, hoe leuk is dat met deze laarzen? Oké. I just did something. Oké, jongens, dit is geweldig. Het is een one size. Ik was heel bang dat hij te kort was. Maar hij is echt de perfecte lengte gewoon. Hoe ga ik dit goed filmen met die laarzen? Want dit is echt geweldig. Kijk hoe leuk het is om die laarzen te combineren met dit jurkje. Dit is zo cute. Dit is wel echt meer voor de lente. Dus ook als het iets meer koud is als dat het nu is. Oké, dan wat ik hier zie. Ik weet echt niet wat dit is. Oh, dit is een body. Heel erg gaaf. Dit heeft de schoudervullingen. Hele mooie kleur. En het is gewoon een mooie body. Ik moet dus even mijn broek aan doen, want ik heb nu alleen nog maar topjes. Dus anders ben ik hier mijn blote reet. En dat is niet helemaal de bedoeling. Oké, deze vind ik echt heel erg leuk. Hij zit vet strak, maar daardoor zit alles wel lekker strak op zijn plek. Het is dus een hele mooie body. Hierboven heeft hij een soort schoudervullingen. Dat is echt vet leuk. Heel leuk met de gouden sieraden. Ik vind het echt een uitvinding. Super, super, super leuk. Maar dit is vet leuk bijvoorbeeld in de spijkerbroek. Echt love it. Super leuk. Dan heb ik een super, super schattig. Super, 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 super schattig. Nou, zeg ik het weer. Heb ik een heel schattig topje wat super zacht is. Ik word helemaal gek van het woord super. Wat heel erg zacht is. Heel erg leuk bruin beige kleurtje. En dit is dus een crop top. En deze is echt lekker zacht. Lekker heerlijk stofje. Oké, hij is echt super super cropped. Dus dat moet je wel weten. Volgens mij is de one size. Hij is ook, ja, hij is best wel klein. Maar ik vind hem wel heel cute. Ik vind het wel echt heel erg schattig topje. Je ziet echt zo op mijn kont in die spiegel. Nee, ik vind het een heel leuk topje. Hij is wel super kort zoals je kan zien. Maar nee, ik vind hem wel heel erg leuk. Leuk met gouden sieraden. Maar hij is wel echt heel kort. Als je ze maar zo doet, dan zie je je hele buik. En als laatst. Ik heb trouwens helemaal niet de kortingscode van Chicel verteld. De kortingscode is Sarah. De kortingscode is Sarah25. En krijg je 25% korting bij Chicel. En als laatst heb ik gewoon een simpele blauw truitje. Dit is ook one size. En dit is gewoon een lekker luchtig truitje. Wat je gewoon lekker overdag aan kan doen. Als je heel erg naar basic dingen zoekt, heeft Chicel het heel erg. Ze hebben heel erg een basic collectie. Gewoon met hele zachte kleurtjes. En gewoon simpele dingetjes. Maar dat vind ik soms ook gewoon leuk. Nou, dit is gewoon, ja, ik zou dit gewoon lekker aandoen als ik thuis ben. Heerlijk. Gewoon een lekker truitje. Zit lekker. Lekker stofje. Ja, ik zou dit gewoon lekker op school. Of school. Of, ik heb geen school. Gewoon lekker thuis. Of mijn werk. Ook chill. Ik ga dit denk ik gewoon aanhouden. Ik vind hem wel chill. Nou, helemaal leuk. Dit was alweer de shoplog. Ik hoop dat jullie alles leuk vonden. Laat weten wat jouw favoriete item was. En of je wat gaat bestellen. Ik ben in ieder geval heel erg blij met al mijn kleding. Als je de video nou leuk vond, vergeet dan zeker niet een blauw duimpje omhoog te geven. Geef een blauw duimpje omhoog als je ook iets van deze items graag zou willen hebben. Vergeet ook zeker niet op mijn kanaal te abonneren. Wil je me supporten? Ik zie dat heel veel mensen kijken. En heel erg bedankt. Maar vergeet ook zeker niet te abonneren en een notificatiebel aan te zetten. Hierdoor krijg je altijd een melding als ik een nieuwe video plaats. En hoef je dus geen video meer te missen. En vergeet me niet te volgen op Instagram. Dit is gewoon @sarahverwoerd. Ik plaats heel veel Q&A's. En ga heel veel live. En praat gezellig met jullie. Dus vergeet me zeker niet te volgen. En dan wil ik jullie eigenlijk gewoon heel erg bedanken voor het kijken. En dan zie ik je de volgende keer weer. Doei doei!